Het quintet voor twee violen, altviool, cello en contrabas van Richard Dubugnon. Die met hulp van Boris Brovtsin het podium wordt opgehesen. Er is hier geen trappetje van de zaal naar het podium. Maar de componist is op het podium. Dankt de vijf muzici met een omhelzing. En krijgt het applaus van het publiek hier in Vredenburg, Leidse Rijn. Het strijkquintet Ellebor, Nieskruid van Richard Dubugnon. Uitgevoerd door Boris Brovtsin en Julia Maria Kretz, viool. Amiai Groos, altviool. Jens-Peter Mainz, cello. En Stacy Watton, contrabas. Tijdens dit slotconcert van het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht. In Vredenburg, Leidse Rijn dus. Johannes Brahms had het componeren er al bijna aangegeven toen hij klarinetist Richard Mühlfeld van de Meininger Hofkapel het klarinetquintet van Mozart hoorde spelen. Brahms was meteen gegrepen door het prachtige geluid van Mühlfeld en van de klarinet die hij vanaf dat moment liefdevol Fräulein Klarinette zou noemen. Aan die ontmoeting tussen Brahms en Mühlfeld hebben we te danken dat Brahms bleef componeren. En zo ontstonden de twee klarinetsonates, opus 120, het prachtige, zeer populaire klarinetquintet, opus 115. En het werk dat we nu gaan horen, het trio voor piano, klarinet en cello, opus 114. Drie verse muzici, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Hannes Minnaar gaat de piano bespelen. Lars Wouters van den Oudenweijer is de klarinetist. En Torleif Tedeen is de cellist. Allemaal muzici, evenals de vijf voorgangers die we daarnet hebben gehoord, die ook de afgelopen dagen aan concerten van dit muziekfestival hebben meegewerkt. Ik zeg u vast dat het trio van Brahms de volgende vier delen heeft. Allegro, Adagio, Andante Grazioso en Allegro. Klein changement op het podium. Maar ik zie dat alles in gereedheid staat. Ook wat de geluidstechniek betreft en de techniek van de webcast. Via radio4.nl. De première van het trio opus 114 van Johannes Brahms was overigens op 12 december 1891 in Berlijn. En het was meteen vanaf het allereerste begin een groot succes. Bij de première brak een stormachtig applaus los. Eens kijken hoe het straks gaat na deze uitvoering door pianist Hannes Minnaar, klarinetist Lars Wouters van den Oudenweijer en cellist Torleif Tedeen. Volle zaal van Vredenburg, Leidse Rijn. In afwachting van de drie muzici. En altijd als je dat zegt, daar zijn ze.
Applaus voor pianist Hannes Minnaar, klarinetist Lars Wouters van den Oudenweijer en cellist Torleif Teddeen voor deze uitvoering van het trio Opus 114 voor piano, klarinet en cello van Johannes Brahms. Tijdens dit slotconcert.